Ik ben Adrian en vanavond ben ik je chef. Met dit recept maak je gegarandeerd indruk. Maar het is eigenlijk verbazingwekkend eenvoudig. De verse ingrediënten en de gladde aspergesaus vormen een smakelijke combi. Dit recept voor asperge hamrolletjes met courgette vraagt 15 tot 20 minuten voorbereiding en 50 minuten in de oven. Voor dit gerecht gaan we 1 zakje knorsaus voor asperges gebruiken. 2 courgettes, 1 kilo witte asperges, 10 plakjes ham, 50 gram boter, 50 gram geraspte 30 plus kaas, 450 gram voorgekookte krieltjes. Dit gerecht is lang niet zo ingewikkeld als je zou denken. Laten we beginnen. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Schil de asperges en snijd de houtachtige uiteindes eraf. Snijd de courgette in de lengte in repen met een mandoline. Verdeel de asperges in 8 gelijke porties. En wikkel om elk portie een plakje ham. En vervolgens een reep courgette. Leg de rolletjes op een ingevette bakplaat en zet apart. Giet voor de aspergesaus 250 ml koud water in een pan. Klop er met een garde de inhoud van een zakje knorsaus voor asperges door. En blijf 2 minuten kloppen terwijl je de saus verwarmt. Neem de saus van het vuur en roer de boter erdoor tot deze gesmolten is. Verdeel de saus gelijkmatig over de rolletjes en bestrooi met de geraspte 30 plus kaas. Dek het geheel af met aluminiumfolie. En zet de bakplaat in de vormverwarmde oven. Verwijder na 30 minuten de aluminiumfolie. En bak het gerecht nog 20 minuten. Bak ondertussen de krieltjes tot ze mooi goudbruin zijn. Leg op elk bord 2 asperge hamrolletjes en een flinke schep knapperige krieltjes. Eet smakelijk!